Hetgeen dat tijdens de opnames van Op de Ambulance het meest indruk om heeft gemaakt, is het moment dat ik met een gillende sirenes naar zijn A1 geval, spoedgeval, naar een auto-ongeluk heen reed. Waarbij een, drie auto's eigenlijk waren bij betrokken. Eén auto had een soort een kar geraakt. Ik heb nooit helemaal begrepen wat er nou gebeurd was, maar die is zijn dak verloren en nog iets van 100 meter doorgereden en op de linkerweghelft terechtgekomen. Dus gaan spookrijden en op een andere auto ingeknald. En wij kwamen eraan en het was een totale krankzinnige, ja, ik kon het alleen maar met een filmset vergelijken. Want ik had zoiets nog nooit gezien, maar overal lag glas en er lag een lakentje over de passagiersstoel van de ene auto. Dus daar was dus iemand, was dus overleden. En het was zo heftig. Ik heb daar toen die nacht ook heel erg over gedroomd. Ik was daar wel echt van geschrokken. Dat was niet te vergelijken. Alle andere gevallen uiteindelijk waren ook heftig. Maar dit was van een heel ander kaliber ofzo. Dat waren dan mensen met pijn in de borst. Ik wil dat niet bagatelliseren, omdat ze natuurlijk elk levensgevaar of elke pijn is weer op zijn manier heftig. Maar dit was echt, ja, dit is een van de meest indrukwekkende dingen die ik ooit in mijn leven heb gezien, denk ik.